Zo zag het veld eruit van SDO-UC in Ulft, waar de spelers van Jong Graafschap en Jong PSV rond 6 uur op maandagavond aan de warming-up beginnen, in de sneeuw. Scheidsrechter Jeroen Abbink overlegt dan al met PSV-teamleider Broer Dost en zijn assistenten over de vraag of de weersomstandigheden niet te veel hinder opleveren. PSV-coach Marco Roelofsen denkt er dan al het zijne van. Scheidsrechter wilde beginnen, ik geloof ook een beetje op aandringen van de waarnemer. Achteraf was het onbegonnen werk, maar het ging zo snel en eigenlijk een wijselijk besluit. En dus werd het veld vrijgemaakt. Met de bezem zorgt de sneeuw voor pret bij Labiat en Oyo. En komt ook de sneeuwschuiver in actie. Bovendien denkt Jeroen Zoet na een knieblessure zijn rentree te maken. Maar na 6 minuten heeft scheidsrechter Abbink genoeg gezien. Misschien wel de kortste wedstrijd uit de geschiedenis. Ook voor Marco Roelofsen. Ja, als trainer wel zijn, ja, maar als speler heb ik ook wel eens meegemaakt dat, dat we aan de gang waren en dat het heel snel gebeurd was. Want er kwam in korte tijd kwam er wel weer heel veel bij, dus dat was geen begin aan. Ja, oh! Ronde, kleren aan, oh! Gewoon voetballen. Pak je allemaal mee bij PSV TV. Ja, we krijgen waar voor ons geld. Hoe dan ook, PSV gaat met de bus weer naar huis. Hopelijk met winterbanden.